Op maandag 6 november gaat de afrit Herenweg voor verkeer vanaf het Julianaplein definitief dicht. We staan hier bij de Herenweg, bij de hoogte van de afrit Herenweg. Deze afrit gaat op 6 november definitief dicht. Hij komt ook niet terug in het plan van aanpak Ring Zuid. Ter vervanging daarvoor bouwen we later nog de verbindingsweg tussen de Herenweg en de nieuwe Ovonde. Nou, ik sta nu op de verdiepte ligging en zoals jullie achter mij kunnen zien loopt de afrit van de Herenweg dwars door de toerit naar de verdiepte ligging toe. Dus om de toerit af te kunnen bouwen, zodat je straks vanaf het Julianaplein naar de verdiepte ligging toe kan gaan, ja, moet de afrit weg. Nou, we hadden dit eigenlijk al eerder willen doen, maar vanwege alle werkzaamheden die op dit moment nog plaatsvinden, hebben we besloten het werk uit te stellen. En 6 november is echt de uiterste datum, omdat we de tijd daarna hard nodig hebben om die toerit af te kunnen bouwen. Er moet nog een stuk de grond in, er moet ook nog met beton gestort worden, er moeten nog wanden geplaatst worden. Dus al die werkzaamheden bij elkaar kosten nog best veel tijd. En we hebben dus de tijd hard nodig om volgend jaar de weg in gebruik te kunnen nemen. De alternatieve routes zijn het verkeer kan doorrijden naar de afrit Europaweg, daar omkeren en dan weer de andere afrit Herenweg gebruiken die nog wel blijft liggen. Het verkeer uit het westen kan gebruik maken van de aansluiting Groningen-West bij de Laan Korpenstein-Hoorn en dan via de Ketwig-Verschuurlaan of de Van Iedekingenweg zijn weg vervolgen. Of het verkeer kan gebruik maken van de aansluiting Groningen-Zuid. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden, omleidingsroutes en reistips op www.groningenbereikbaar.nl.